Goedemorgen aan de deelnemers van dit Profvol webinar. We zijn iets later begonnen. Er waren nog wat mensen die zojuist binnengekomen zijn. Ik denk dat we redelijk compleet zijn. Welkom iedereen deze vrijdagmorgen. We hopen de komende 3 kwartier in te gaan op het onderwerp wat een PDM-PLM systeem op kan leveren. Levert het überhaupt iets op? Zo ja, wat? En hoe kwantificeerbaar is dat? We willen handen en voeten geven in dit webinar aan, aan de vraag die op dat gebied natuurlijk vanuit directies worden gesteld. En uiteraard antwoorden te verschaffen en u een wat bagage te geven op dat gebied. Wellicht zaken waar u zelf nog niet aan gedacht had, waar een belangrijk stukje rendementverbetering kan plaatsvinden binnen een organisatie met behulp van een PDM of PLM systeem. Mijn naam is Hugo Botter. Ik mag u vanmorgen in dit webinar meenemen door deze presentatie. En uiteraard ben ik graag bereid ook uw vragen te beantwoorden. Dat doe ik dan ook het liefst even via chat, omdat wanneer we dat werkelijk via telefoon zouden doen, dan hebben we wel enorm veel achtergrond geroezemoes. Dus u heeft een chatfunctie in uw WebEx. Daar kunt u uw vraag sturen naar de host, de presenter. En vervolgens krijg ik, of mijn assistent krijgt de vragen binnen en ofwel tussendoor of aan het einde zullen we die vragen ook proberen te beantwoorden. Dus de microfoon staat uit, maar de chatfunctie staat open om die vragen te stellen. U bent eigenlijk te gast, weliswaar virtueel vanmorgen bij PLM Expert. Wij zijn een Profvol Local Competence Center, dat zijn we al vanaf 1997, in de Benelux. En richten ons dan ook met name op de Nederlandse en de Vlaamse markt, de maakindustrie daar. En al vanaf dat moment hebben we een behoorlijk track record opgebouwd van bedrijven die we hebben geholpen om processen te verbeteren, te versnellen, efficiënter te maken, meer productief. Aan de andere kant een kwaliteit- en betrouwbaarheidsslag te maken. Nou, dat doen we op een hele pragmatische manier. Een manier die past bij het MKB. Dat is toch het leeuwendeel van onze klanten is MKB, groot en middenbedrijf. En uiteraard hebben we daar onze dienstverlening, de manier waarop we implementeren, ook op getuned. PLM, PDM, we praten dan ook over een stukje evolutie in de maakindustrie. Een evolutie op het gebied van databeheer en voortgang van data en informatie door de organisatie heen om uiteindelijk producten te kunnen produceren, te kunnen ontwikkelen, te kunnen produceren, te kunnen servicen. En toen ik een eerste vraag die ook u zichzelf ongetwijfeld stelt, waar sta ik vandaag? Ja, dat kan zijn dat u misschien al wel een stukje CAD data management hebt georganiseerd. Het kan zijn dat u de stap wilt gaan maken naar product data management, waarbij niet alleen CAD beheerd wordt, maar ook alle data eromheen, de TPD constructiedossier documenten, een koppeling met EAP gaat leggen. Tegelijkertijd zien we dat binnen organisaties een steeds belangrijke uitdaging het beheer van de documenten rondom de producten en de projecten ook een belangrijke uitdaging is en waar toch ook alweer steeds meer kwaliteitseisen aan worden gesteld. Dus tegelijk zouden we DMS-tech, zoals we dat noemen, document management, maar dan voor technische bedrijven kunnen introduceren. Maar dat kan ook in een volgende fase. Vervolgens stap te maken naar product lifecycle management, configuratiebeheer, werkelijk processturing door de organisatie heen en collaborative PLM, waarbij we ook met externe partijen real-time kunnen samenwerken. Nou, wij faciliteren dat met Profvol. Later nog iets meer daarover. Profvol, de product- en document data backbone voor onze klanten. Een globale oplossing voor PDM, PLM, DMS-tech in één. Ik wil ook niet te veel waarde hechten aan
En koopachtig vasthouden aan 1-3 letter woord. In feite ja, is die data management voor in brede zin voor marketingbedrijven wat we bieden. We hebben daarnaast hoogwaardige ERP-koppelingen. Eigenlijk over het algemeen direct van de plank, configureerbaar en inzetbaar. We hebben zelf geen CAD-oplossing. We sluiten aan bij alle belangrijke CAD-systemen die gebruikt worden in de markt. En dat beperkt zich niet tot mechanische CAD-systemen, maar ook elektronica ontwikkelsystemen, plantsystemen, systemen voor de staalbouwindustrie. Wat verder erg belangrijk is voor MKB is dat we door middel van configuratie de profile installeren en configureren. Dat betekent dat we dat in een vrij korte tijd met een beperkt aantal dagen kunnen doen. De administratie kan door u als klant zelf gedaan worden. Dat is een krachtig feit. Natuurlijk doen we een eerste introductie met elkaar. Maar gaandeweg het gebruik willen aanpassen van de software, dat kan heel eenvoudig door de klant zelf gedaan worden. Verder open interfaces, een schaalbare oplossing voor connectie naar allerlei andere toepassingen. Goed, de agenda voor vandaag, de uitdagingen, laten we daarmee beginnen. De eerste vraag die dan dus opkomt is, moet ik überhaupt in een PLM systeem investeren? Want ja, we hebben het altijd al zo gedaan. Ook toen kwam er output vanaf engineering en werden de documenten geleverd. Dus waarom zouden we dat überhaupt doen? Dat is uiteraard de vraag, de tegenwerping wellicht die u ook binnen uw organisatie hoort van verschillende niveaus. Nou, zou ik dus moeten investeren daarin? Want ja, de beetje sceptische vragen die dan zullen worden gesteld is, ja, is het dan de moeite waard? Is het zoveel geld waard om documenten sneller op te kunnen halen en te kunnen vinden? Wat zijn werkelijke kosten van zo'n systeem? Kan ik het, een ander punt, stuklijsten, niet meer met de hand hoeven intikken, is dat dan waard? Kan ik überhaupt voorrekenen wat een dergelijke oplossing uiteindelijk rendabel maakt? En zo ja, over welke tijd verdien ik het terug? Is dat allemaal in euro's uit te drukken? Nou, dat zijn vragen die ongetwijfeld als tegenwerpingen worden gesteld. En dat is goed, dat is misschien ook wel terecht. Je moet jezelf afvragen waarom je een bepaalde stap in deze maakt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om effectiviteit. Uiteindelijk gaat het om een rentabiliteit. Dat is wat het bedrijf ook bezighoudt. Uiteindelijk is met name het stuk kosten is een aspect waar we hiermee toch wel degelijk een hele belangrijke slag kunnen maken. En daar zullen we zometeen ook verder op ingaan. Want directies die willen cijfers zien. Dat gaat in veel gevallen ook, maar in sommige gevallen ook niet. En zijn er ook andere factoren die wel degelijk interessant zijn voor de organisatie, maar niet zozeer in euro's uit te drukken. Laten we daar even op inzoomen. Dus de kosteneffectiviteit voor PDM. Nou, wat zijn kwantificeerbare aspecten? Daar waar we meteen geld kunnen besparen. Daar waar we door tijd te besparen geld kunnen besparen. En daar waar we kunnen besparen door het terugdringen van kosten. Wellicht faalkosten. Maar directies willen meer zien dan cijfers. Ik denk dat goede argumenten ook op niet kwantificeerbare aspecten wel degelijk ertoe doen. En we zien soms dat daar de doorslaggevende aspecten in zitten. Te denken aan meer betrouwbare processen, navolgbaarheid, traceability, verbetering van de kwaliteit. De kwaliteit naar een hoger plan. Wellicht ook door de markt die dat vraagt, of misschien wel om op die manier in de markt te kunnen uiten dat we bepaalde kwaliteit kunnen garanderen. Überhaupt processen te versnellen.
En dan wordt het al bijna weer kwantificeerbaar uiteraard. Hoe kunnen we dat nou kwantificeren, die effectiviteit? Ja, dan moeten we eigenlijk eerst kijken naar een nulmeting doen naar de bestaande as-is-processen. Hoe wordt het nu gedaan? Hoeveel tijd kost het nu om iets te maken, om iets te ontwikkelen, om een project te doen? En vervolgens, en ja, daar staat voorspel en dat blijft het natuurlijk, voorspel toekomstige processen. Wanneer we dat met behulp van een PDM-PLM systeem doen. Vervolgens kun je dat vergelijken, kun je naast elkaar zetten, evalueren en uiteraard kun je dan beslissen of het inderdaad de moeite waard is om een oplossing als deze in te voeren. Het economisch nut van een PDM-PLM systeem. En dan even als eerste ingezoomd op de engineeringprocessen. Dus ja, we willen nu meer ingaan op die verschillende aspecten van de, ja, het rendement van zo'n systeem. Effect sorteren. En dan richten we ons even op processen rondom engineering. En dan is het interessant om te kijken wat een engineer zoal doet op een dag. Een dag in het leven van een engineer dus eigenlijk. Natuurlijk hoeft het niet precies uw geval te zijn en uw situatie te kloppen, maar uit een stukje onderzoek blijkt dat 30% van de tijd werkelijk creatief werk betreft. Creatieve activiteiten, werkelijk ontwikkelen, engineeren. 20% is routinewerk, 23% administratief en 27% is zoeken. Dat klinkt fors, maar dat is in veel gevallen toch echt waar. Nou, als we dan meteen maar gaan proberen te kwantificeren, dan is tegen een uurtarief van €50 zou het natuurlijk heel mooi zijn als de engineer in een week 2 uur meer creatief kunnen laten werken. Dus met de creatie bezig te zijn, met de ontwikkeling. Uiteindelijk, als u praat over misschien een groep van 5 of 6 engineers, betekent dat op termijn gewoon een besparing van 1 FTE die niet nodig is omdat dezelfde groep mensen meer kan doen. Maar goed, even naar het rekensommetje terug. 2 uur per week meer creatief bezig kunnen zijn, omdat we op andere vlakken wat besparingen kunnen doorvoeren. Nou, als je dat in jaarlijks potentieel doorzet, dan is dat zeg maar even 2 uur, 40 weken, €50 is dat €4000 per engineer die we kunnen besparen. Nou, als we dat op een groep engineers doorvoeren, dan zien we al met 5 engineers dat al €20.000 is. En met 10 engineers is dat gewoon waarschijnlijk al een extra FTE. Hoeft de 11e engineer niet te worden gezocht. Wordt toch al moeilijk gevonden, denk ik. En kan dezelfde groep mensen gewoon meer werk verzetten in dezelfde tijd. Dus die kostenbesparing met 10 engineers, zomaar €40.000. Een ander onderwerp is hergebruik. Wat voor middelen heeft u om maximaal her te gebruiken wat eerder gedaan is? Wat door collega's gemaakt is, wat door mensen gemaakt is die inmiddels niet meer in het bedrijf werkzaam zijn? Nou, niet zelden wanneer we dat nagaan en een nulmeting doen bij een klant, dan zien we dat er een enorme hoeveelheid dubbelingen zijn. En ook niet zo gek, want ja, ziet u de verschillen tussen de verschillende uitvoeringen? Waarschijnlijk spreken we hier over verschillende versies. Misschien toch ook wel weer net over andere uitvoeringen van een bestaand product. Maar ja, misschien dat voor de zekerheid. En op het moment dat we het niet kunnen vinden, gaan we maar gewoon opnieuw engineeren. Nou, ieder onderdeel kost dus gewoon serieus geld. Op engineering, maar ook op andere werkzaamheden binnen het bedrijf. Uit onderzoek wat is gedaan door de firma Cadenas, is gebleken dat minder onderdelen varianten gewoon betekent succes voor het bedrijf. Het maakt het bedrijf meer succesvol. Men heeft het gedaan onder 154 Duitse bedrijven in de MKB top 1000. En ja, die vertrouwen daadwerkelijk, kunnen daadwerkelijk vertrouwen op een systematisch onderdelenbeheer. En juist dit soort bedrijven zijn daardoor marktleider, vaak een topspeler in hun segment. Ze hebben de masterdata, hun gegevens goed onder controle
en profiteren daarvan. Even toe naar het hergebruik van onderdelen en wat dat zou kunnen besparen. Ook hierbij kijken of we dat kunnen kwantificeren. Nou, hergebruiken versus nieuwe onderdelen. Als we een nieuw onderdeel gaan maken, dan wordt natuurlijk in eerste instantie gedacht aan de tijd die het kost om die data te ontwikkelen, te engineeren. Het beheer daarvan, de tekeningen die ervan gemaakt worden, et cetera. Natuurlijk, daar zit ook een groot gedeelte van de tijd in. Nou, in dit geval gaan we even uitnemen een stelpost van €125. En wat dit soort bedragen geldt, ja, uiteraard kunt u zeggen, ja, maar in ons soort producten of ons soort bedrijf ligt dat lager. Maar misschien ook wel hoger. Bent u actief in de automotive of medische industrie, dan kan het heel goed zijn dat het dit soort kosten verdrievoudigen. De administratie daarentegen, die dan volgt, want ja, het is een nieuw artikel wat is ontwikkeld en ja, moet dus ook in ERP worden aangelegd. Er moeten inkoophandelingen gedaan worden, logistieke handelingen gedaan worden. En vervolgens komen we de volgende stap en dat is productie. Tot en met service, spare part management. Misschien moeten we die onderdelen ook alweer op voorraad gaan leggen. Omdat dit ook spare parts zijn voor onze klanten. Nou, als je ook de gevolgkosten daarbij neemt. Dus niet alleen de creatieve kosten, maar ook de gevolgkosten. Dan zitten we op voor een onderdeel zomaar op €350 kosten. En ja, nogmaals, dit hebben we al gematigd. In het Duitse voorbeeld, daar wordt ongeveer uitgegaan van ongeveer het dubbele. Goed, als we dat dan zetten tegen een onderzoek wat gedaan is rondom het gebruik en het hergebruik van onderdelen in de maakindustrie, op zijn breedst, dan zien we dat 30% van alle onderdelen dan ook weer hergebruikt worden. Zonder het gebruik, zonder het hulpmiddel van een goed PDM-PLM systeem met partclassificatie. 20% wordt licht gemodificeerd en weer gebruikt. Er komt een nieuwe versie van. En 50% is compleet nieuw. Nou, hoeft ook weer niet voor uw situatie zo te zijn, maar hier zit natuurlijk van alles tussen van zwaar projectenbedrijf met veel one-offs tot uiteindelijk seriematige ontwikkeling en productie. Maar wat we wel zien is dat de gemene deler is dat met een PDM-PLM systeem met partclassificatie het zo is dat het hergebruik stijgt naar 40%. 30% wordt gevonden maar een kleine modificatie nodig heeft. En het aantal nieuwe onderdelen is teruggebracht naar 30%. Nou, dat is toch een forse vermindering van die aantallen. Wij zien dat ook bij onze klanten. Door de rationalisatie van de producten is men in staat om veel meer hergebruik te doen. En zeker met een modularisatie, standaardisatieslag in combinatie met het embedden en beheren, het borgen in product of profile, is men echt in staat om in sommige gevallen nog een veel groter resultaat te halen en het aantal nieuw te ontwerpen onderdelen veel en veel verder te beperken. Maar goed, terug naar dit voorbeeld. Stel dat we dus in staat zijn eigenlijk een voorzichtig aantal onderdelen te besparen. Zeg maar 50 onderdelen per jaar minder nieuw te hoeven ontwikkelen. Uitgaande van het gestelde bedrag per onderdeel wat er aan kosten aankleven, betekent dat in dit geval met 50 parts dat het €17.500 bespaard wordt. Nou ja, als u complexe producten bouwt met een groot aantal onderdelen, zal dit een veelvoud zijn ongetwijfeld wat u aan nieuwe onderdelen kunt uitsparen door beter hergebruik. Dat is zeker een factor om mee te rekenen. Hier zitten veel verborgen kosten in die het bedrijf eigenlijk kostentechnisch voor bedrijf kostentechnisch heel oninteressant zijn en waar ontzettend veel te behalen is qua besparing. Wat ook een belangrijke factor is, het is niet goed kunnen samenwerken met elkaar. Verschillende disciplines moeten vaak aan een wijziging werken, aan een ontwerp werken. En het ontbreekt aan informatie, de juiste informatie van elkaar.
mechatronische producten met mechanisch software, elektrische besturingen, elektronica, hydraulische componenten. Nou, die verschillende disciplines, wanneer die inzicht hebben in elkaars gegevens, wanneer die bij een wijziging het proces helder hebben en zien wie wat aan het doorvoeren is. Ja, dat is een belangrijke meerwaarde op het gebied van samenwerken en het gecontroleerd doorvoeren van wijzigingen. Kijkend naar beter kunnen samenwerken, op het moment dat we first time right kunnen ontwikkelen, dan zouden we met dit rekensommetje een waarde aan kunnen geven. Wanneer de engineer €400 per dag kost en een modificatie aan een mechanisch product moet worden gemaakt omdat er ten tijde van de ontwikkeling niet goed met elkaar, niet goed inzicht was in elkaars stand van zaken in de stand van die ontwikkeling, dan is zo'n modificatie waarbij twee engineers 2 dagen bezig zijn, levert toch al gauw een kostenpost op van €1600. Eén change om achteraf zaken te herstellen die door gebrek aan inzicht, door gebrek aan transparantie niet duidelijk waren. Dus ja, wijzigingen voorkomen levert ook weer het nodige rendement op. Ook hierbij is onderzoek gedaan en is gebleken dat bij toepassing van PLM en mechatronische projecten 10% wijzigingsslagen wordt gereduceerd. Omdat er betere informatie en beter overzicht in ontwikkelingsprocessen. Nou, 10% wijzigingsslagen, dus 1 op de 10 wijzigingen blijkt achteraf niet nodig te zijn geweest wanneer er meer transparantie was, wanneer er meer inzicht was in elkaars werk. Betekent ook alweer wat voor de kosten. Kijkend naar bijvoorbeeld 50 incidenten per jaar, wanneer er 50 van dat soort wijzigingen per jaar bespaard kunnen worden, dan is dat uiteindelijk een bedrag van €80.000 aan met name uren die beter besteed kunnen worden aan weer nieuwe ontwikkelingen in plaats van het doorvoeren van wijzigingen die we hadden kunnen voorkomen. In de samenwerking tussen constructiewerkvoorbereiding ligt ook nog wel het nodige aan ROI. We zien hier met name die schakel tussen de creatieve dynamische ontwikkelingen rondom de engineering. En we zien aan de andere kant de slag die moet worden gemaakt naar inkoop, productie, logistieke planning. Het automatisch overzetten van informatie van deze twee werelden, want zo wordt het toch vaak wel gezien, het zijn twee verschillende werelden, en misschien wel 3 verschillende werelden. Naast logistiek is productie misschien wel binnen uw bedrijf ook wordt gezien als de derde poot. Dan levert het heel veel op wanneer je betrouwbaar de juiste artikelen, juiste artikelrevisies, de verschillende onderdelen, de stuklijsten, de CAD-documenten kunt delen zonder al te veel toestanden, één op één met de logistieke en productiehandelingen, daar waar ze nodig zijn. En andersom is het ontzettend waardevol wanneer vanuit de engineeringafdeling en de engineeringafdelingen en in het creatieve proces de informatie vanuit logistiek beschikbaar is. Te denken aan projectdata, zaken die afgesproken zijn, zaken hoe de zaken aangeboden zijn, hoe ver het eruit zag, maar ook hoe de specificaties zijn afgesproken. Maar wat te denken van informatie over koopdelen, waar betere keuzes kunnen worden gemaakt aan de engineeringkant op het moment dat dat behalve op basis van specificaties een pomp die een bepaalde druk aan kan en een bepaalde vloeistof, prima, dat is de manier waarop je vanuit je PLM systeem zoekt naar het hergebruikende onderdeel. Maar stel dat je 4 hits hebt en je hebt ook voorraadinformatie en je weet of het überhaupt nog een courant onderdeel is, of het nog geleverd kan worden, en wat de kostprijs is van het onderdeel, dan betekent dat dat je veel betere keuzes kan maken en ook daar misschien alweer je eerste wijziging kunt voorkomen. Omdat er
per ongeluk geen delen gekozen worden die later blijken hopeloos duur te zijn, moeilijk leverbaar te zijn. Dus ja, betere keuzes ook aan die kant maakt dat het allemaal net even efficiënter gaat. Ontbrekende interfaces, als dit er niet is, linksom of rechtsom, betekent dat zaken kwalitatief en qua efficiëntie moeizaam zullen gaan en er ongetwijfeld zaken tussen wal en schip raken. Dus nou ja, het automatisch overzetten van stuklijsten, even als voorbeeld, dat is foutgevoelig en kost veel tijd. Een van onze meest recente klanten, de firma Kreber, december gekozen voor Profile. Daar was dit een van de belangrijke zaken. Belangrijk was dat stuklijsten niet meer met de hand in ERP hoefden worden ingevoerd. Dat waren omvangrijke stuklijsten. Kosten dagen tijd in een project. En met de integratie naar hun ERP-systeem toe kunnen zij dat nu automatisch. Ook hierbij weer een voorbeeldje. En natuurlijk is dat wellicht in uw organisatie zal het anders zijn. Het is misschien wel meer werk om een stuklijst over te zetten of het is minder werk. Ligt er ook aan wat u verder doet. Misschien naast de stuklijst wordt misschien ook worden de productiedocumenten nog opgevoerd in het ERP-systeem. Nou, dan kost dat uiteindelijk best wel behoorlijk veel tijd. Maar goed, laten we dus in dit geval al vanuit gaan dat een stuklijst van een product overzetten 2 uur in een week kost aan engineering tijd. Met even het uurloon van €40 genomen, dan kan je met een automatische koppeling waarbij je op workflow vrijgave stap de stuklijst uitwisselt, €3200 bespaard worden per jaar. Dan zijn we nog niet klaar, want de engineer doet zijn werk aan die kant. Maar aan de werkvoorbereiderskant, de ontvangende kant, heeft daar ook het nodige werk te doen. Want dan blijkt er toch wat fouten te zijn. Grijpen we terug even op het voorbeeld. Wellicht toch een onderdeel gebruikt wat niet meer leverbaar is. De inconsistentie in zaken. Een uur per week is ook weer in deze weer voorzichtig genomen. Ik weet van zeer gefrustreerde werkvoorbereiders die daar gerust een 0 achter plaatsen. Die 10 uur in de week bezig zijn met het corrigeren van de informatie. Alvorens zij het verder kunnen gebruiken en de productie kunnen gaan aansturen, logistiek kunnen aanjagen. Maar goed, in dit voorbeeld €1600 per jaar aan kosten, aan uren die bespaard kunnen worden. Nou, als dat opstelsommetje maken, dan is er dus een €5000 besparingspotentieel, gerekend even over 1 werkvoorbereider en 1 engineer in uw bedrijf. Nou, trekken we dat even door naar ook hier weer 10 engineers, 10 constructeurs in uw bedrijf die werken aan de ontwikkeling van producten. Dan rekenen we hier toch al snel met €50000. Dus integratie tussen engineering en logistiek, het zou eigenlijk een must-have moeten zijn. De besparing is in kwantitatieve zin, maar ook in kwalitatieve zin enorm. Andere voordelen van de integratie tussen CAD, via CAD PDM naar ERP, is dat de verlaging van de kosten als gevolg van fout in stuklijsten natuurlijk groot is. Maar wat te denken van het verminderen van voorraadkosten. Als er beter gebruik wordt gemaakt van engineers van onderdeelinformatie die al bekend is in logistiek. Dus in dat voorbeeld waarbij bekend is of het überhaupt een courant product is. Of dat misschien wel de voorkeursproduct betreft, artikel betreft. Betekent het maken van betere keuzes en uiteindelijk het verlagen van voorraden. Natuurlijk ook het verminderen van afval. Omdat wat we dan ook vervolgens zien is dat op een bepaald moment toch voorraad moet worden afgeschreven. Omdat het niet meer gebruikt mag worden wat in de tijd is bedacht. Als we dan al veel meer voorraad hebben gecreëerd omdat we
allerlei dubbelingen hebben zijn ontstaan, ja, betekent dat uiteindelijk dat we behoorlijk veel aan materiaal uiteindelijk moeten gaan afschrijven. Aan de inkoopkant, daar is het ook zeer zinvol om hergebruik te doen, gebruik te maken van standaard onderdelen. In plaats van duplicaten en iedere keer weer nieuwe ontwerpen. Onderhouden überhaupt van de masterdata, van de gegevens rondom een artikel, kost behoorlijk veel tijd, de leveranciergegevens, de voorraadlocaties, etc. Maar ook het hele bestellen en administratieve acties is fors. Hier niet genoemd, maar wat te denken van inkoopvoordeel, of er staat er wel trouwens, inkoopvoordeel wat niet kan worden behaald. Het is natuurlijk zo dat wanneer we meer van hetzelfde kunnen bestellen bij een leverancier, dan kunnen we ongetwijfeld betere prijzen bedingen voor de betreffende componenten. Nou, een voordeel wat daar niet wordt behaald is natuurlijk doodzonde. Uiteindelijk betekent dat zomaar weer een bedrag van €500 in dit voorbeeld. Doordat we eigenlijk niet het rendement op inkoop kunnen behalen wat we zouden willen. Nou, dan zou ik ook zeggen, praat eens met de inkoop of die dat ook zien in uw organisatie. En zij kunnen u ongetwijfeld wat kengetallen geven waarmee u voor uw organisatie kunt rekenen hoe dat eruit ziet. Wij hebben het onderzocht en we hebben gezien dat het aantal duplicaten, dus dubbel aangelegde artikelen, dat kan dalen van 15 tot 5%. Dat is een gemiddelde wat we zien bij onze klanten. Die 10% is een serieus bedrag ook weer. Als we dat zetten in even een voorbeeld. Dan met name door gebruik ook weer te maken van de profielparkclassificatie kunnen we daar enorm veel besparen. En uiteraard met behulp van de EAP-informatie beschikbaar in engineering. 75 duplicaten, kopieën besparen per jaar is geen is heel voorzichtig genomen, laat ik het zo zeggen. Ik verwacht zomaar dat uw afdeling inkoop met hogere cijfers zal komen. Daarmee gerekend zit het toch op ruim €37.000 aan besparingen op dit aantal onderdelen. Verdere bedrijfsadministratie. We hebben klanten die ook de documentprocessen rondom de orders via Profile laten verlopen. Waarbij facturen aan het begin van bij binnenkomst al automatisch OCR worden gescand. En via Profile wordt digitaal de goedkeuring, de workflow goedkeuring gedaan. En ook vanuit een administratie ziet men waar de factuur uithangt. Wie nog moet valideren, accorderen. En uiteindelijk zie je dat daarmee dat hele goedkeuringsproces fors kan worden teruggebracht. Wat uiteindelijk weer voordeel kan opleveren doordat we de betalingskorting kunnen gebruiken bij een snelle betaling. We hebben nodige klanten die daar echt die doelen wilden bereiken, waarbij het hele accordeerproces soms al 14 dagen nodig had of langer. Men dat heeft kunnen terugbrengen naar een week en daarmee betalingskorting kan realiseren. Nou, als je dan rekent met een volume van aan facturen van 1 miljoen per jaar, €1 miljoen, dan is het mogelijk om die 2% betalingskorting om daar gebruik van te maken als je dat daadwerkelijk kunt realiseren. Dan heb je dus €20.000 per jaar wat je aan betalingskorting kunt vanuit de administratie kunt te gelden maken. Nou, andere factor zit niet eens zozeer in de engineering ontwikkeling, maar kan een heel interessante factor zijn wanneer je behoorlijk volume hebt aan koopdelen per,
per jaar en gebruik zou kunnen maken van betalingskorting. Goed, wat voorbeelden uit de bedrijfsomgeving, uit klanten van Profile. Hier zien we Hosokawa Alpine, die door bij productie de juiste gegevens te hebben een behoorlijke besparing maken. We zien het ook in Nederland bij de nodige klanten die zelf producerend zijn, die zelf ook CNC-machines hebben in gebruik hebben produceren. Doordat ook op productie de mensen daar direct toegang hebben, de operators direct toegang hebben tot de juiste ontwikkelinformatie, de engineeringinformatie, de juiste tekeningen. Maar ook de NC-programma's daaraan gerelateerd zijn in het PLM-systeem. De instelinstructies en allerlei gegevens eromheen, certificaten, materiaalcertificaten. Daardoor kan men een heel stuk efficiënter werken. Dit voorbeeld, de klant heeft €35.000 per maand bespaard, omdat heel veel informatie niet opnieuw moet worden geproduceerd, gezocht moet worden, opnieuw CNC-programma's moeten worden gemaakt. Er kan veel meer hergebruik van informatie plaatsvinden en dat levert uiteindelijk een behoorlijke rendementsslag op. Voorbeeld uit de omgeving van service, waar 2G Energy met 250 medewerkers vooral de productgegevens en document management voor service doeleinden daar erg veel voordelen van ondervindt. Hoe was het in het verleden? Nieuwe medewerkers die bij de serviceafdeling begonnen, die hadden heel veel tijd nodig om bij de juiste informatie te komen. Even zijstapje, ik zeg ook wel eens bij klanten, als je wilt weten, bij potentiële klanten ook, die ook op zoek zijn naar het rendement van zijn systeem, als je wilt weten hoe het ervoor staat bij uw eigen bedrijf, ga eens praten met de service. Zij kunnen u vertellen, eigenlijk zijn zij de resultanten, zeg maar, zien zij de resultanten van hoe productdatabeheer en documentbeheer in uw organisatie is geregeld en op welk niveau u daar staat. Dus in dit geval, dit is typisch zo'n voorbeeld. Service profiteert door de introductie van Profile rondom de engineeringprocessen in het bedrijf. Heeft uiteindelijk service daar een enorm voordeel bij. Informatie is voor service. De S-build, S-serviced informatie is beschikbaar voor service. Een ander voorbeeld, vaak ook een stukje pijn zit bij de productie van alle documenten rondom een opdracht. De manuals, de handleidingen die moeten worden gemaakt, behorend bij het te leveren product. Bij Lewa, fabrikant van pompen en pompinstallaties, die hadden daar ook mee te maken en hebben Profile als wereldwijd allesomvattend productdatamanagement en documentmanagement systeem geïntroduceerd. En voor het produceren van de ordegerelateerde bedrijfshandboeken is met behulp van Profile en de koppeling die Profile naar SAP heeft, is het mogelijk geworden om handmatige handelingen om die handleidingen te maken, in verschillende talen ook, is geëlimineerd. Dat is een automatisch proces geworden, wat uiteindelijk maakt dat er een medewerker die dat deed, andere dingen is kunnen gaan doen, in plaats van deze handboeken handmatig samen te stellen. Tel uit je winst. Uiteindelijk zijn dit altijd maar stukjes voorbeelden uit het leven van zo'n klant. Waarschijnlijk wordt bij zo'n klant zijn meerdere doelen bereikt. Maar goed, dit zijn even in het oog springende voorbeelden. In de oog springende rendementvoordelen die behaald zijn. Dan is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat is nu. Want ook daar moeten we reëel over zijn. Wat is de kostenkant van zo'n project? Wat als ik deze software wil invoeren?
waar moet ik op letten? Het zijn soms hele duidelijke harde kosten. Bijvoorbeeld de licentiekosten. Soms zijn ze minder hard en moeten we denken aan de eigen kosten, de kosten voor eigen medewerkers en de tijd die zij daar in eerste instantie moeten steken. Goed, de externe kosten bestaan uit software licentiekosten, eventuele klantspecifieke configuratie aanpassingen. Uiteraard zal het moeten draaien op een server, dus een stukje hardware kosten als er nog geen server voorhanden is. Een stukje diensten die nodig zijn, ondersteuning bij het lijf gaan, kosten eventueel voor een stukje migratie van bestaande data en kosten voor training. Dat zijn eigenlijk de kosten waar rekening mee moet worden gehouden. De andere kant is de interne kostenkant. Ook daar moeten we eerst investeren om uiteindelijk geld te besparen. En dat geldt werkelijk voor die interne kosten. Want hoe meer effort je daarin stopt, hoe groter het rendement is uiteindelijk aan de outputkant op het moment dat je gaat draaien. Het proces en de implementatie en het werkwijze moeten natuurlijk in ieder geval worden gedocumenteerd. De bestaande data en documenten moeten geanalyseerd worden. Die data moet klaargemaakt worden om fitte data te zijn om mee van start te gaan in het PLM systeem. Moet in kaart brengen welke interface met andere applicatie nodig is. Nou ja, lees hier met name de koppeling met een aanwezig ERP-systeem. De software selectie kost tijd, projectmanagement kost tijd. Een stukje eigen kosten, interne kosten. Een stukje terugkerende kosten. Je kunt ook zeggen, ik ga na 5 jaar, koop ik gewoon weer overnieuw of na 7 jaar. Enkele keer komen we dat nog tegen, dat bedrijven op die manier daar tegenaan kijken. De meeste bedrijven zullen toch gaan voor een onderhoud support overeenkomst die terugkerend geld kost. Dat is gewoon zo. Daar moet je wel mee rekenen. Dus dat is een stukje terugkerende kosten. Daarmee is het wel interessant. We krijgen ook wel vragen af en toe over, maar wat als ik het onder cloud doe? Wat als ik... als ik het huur bij wijze van spreken. Ik zou willen adviseren om dan het ene model naast het andere model te zetten en dan over een periode van 5 jaar. Dus bij de inventarisatie, bij de selectie, kijk ook naar de cost of ownership over 5 jaar. Ene model hebt u in eerste instantie een stukje investering en dat terugkeren voor onderhoud en support. In een geval van een cloud-achtige manier van betalen, dan praat je over een bedrag per maand. Maar het kan heel goed zijn dat lijkt dan soms aanlokkelijk, maar dat het break-even punt al met 2,5 of 3 jaar bereikt is. En vanaf dat moment gaat de cloud-oplossing vooral veel meer kosten dan het model van een eenmalige investering en een stukje onderhoud en support. Daarna. Wees daar kritisch op, ook naar de mogelijke partijen toe waar u naar kijkt. Kosteneffectiviteit is te berekenen. We hebben een Proval ROI calculator ontwikkeld, waarmee we op zich in staat zijn in korte tijd duidelijk te krijgen wat het rendement kan zijn van Proval voor uw situatie. Wat PLM uw organisatie gaat brengen. We hebben daar natuurlijk bepaalde gegevens voor nodig die we met elkaar in kaart brengen. Vervolgens worden die gegevens opgevoerd in de ROI-calculator. En uiteindelijk kunnen we daar op basis van met elkaar bespreken en met een directie bespreken wat de werkelijke opbrengst is van een invoering van Proval. Neem daarvoor gerust contact met ons op en kunnen we kijken hoe we u daarin kunnen faciliteren. Samenvattend, want we zitten 5 minuten inmiddels over de tijd heen. Proval levert PDM PLM levert een aantoonbare economisch voordeel op over de hele procesketen.
Die is natuurlijk voor iedere bedrijf verschillend. Maar ja, denk er eens over na wat in uw geval waar aanzienlijke resultaten kunnen worden geboekt. En we kunnen u daar dus ook bij assisteren om samen helder te krijgen waar de voordelen te behalen zijn. Nog even voor de mensen die ons niet kennen. Hoe vullen wij dit in? Hoe vullen wij deze kostenkant, de kostenbesparing is natuurlijk een rendementvolle organisatie. Hoe gaan wij dat faciliteren? Nou, dat doen we met behulp van de Profil software. Software die is ontwikkeld voor MKB en het grotere MKB, het grote middenbedrijf. Die naadloos aansluit, een aansluiting heeft tussen PDM, DMS en Document Control. Waar je eigenlijk één oplossing hebt, één bron van data waar iedereen uit kan werken. Wat makkelijk te configureren is naar uw bedrijf toe, middels de EasyCon methode. Nou, in de markt betekent dat we met Profil eigenlijk de grote ruimte die er is tussen high-end systemen met moeilijke customisatie, programmering en aan de onderkant low-end systemen waar je heel snel het plafond hebt bereikt. Nou, daar is waar Profil een belangrijke goede match is eigenlijk met het MKB. Groot verschil namelijk onder andere is de manier waarop sommige software werkt met customizing en programmering. Zeg maar even aan de linkerkant. De nadelen daarvan begrijpt u. Wijzigingen maken, et cetera. Zaken die u anders wilt betekenen programmeren. In het geval van Profil hoeven we slechts aan de knoppen te draaien en kunnen we door middel van configuratie het programma verder tunen naar uw wensen. Dat kunnen we ook nog eens een keer stap voor stap doen. Dus iteratief volgens die EasyCon methode kunnen we iedere keer weer misschien een stukje van uw proces verbeteren. Dat betekent ook dat niet alles in één keer hoeft te worden gedaan, hoeft te worden bereikt. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Je kunt gaandeweg doelen bereiken. En het effect direct waarmaken. Datgene wat ik doorvoer in die installatie, in die omgeving, kan direct in gebruik worden genomen binnen de organisatie. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat er in het geval van Profil goed is nagedacht over hoe doen we dat met configuratie, hoe doen we dat met datgene wat is geconfigureerd voor een klant en wat wanneer er updates komen. Nou, eigenlijk is die configuratielaag een flexibele laag om Profil heen. Dus ook in het geval van een update wordt weliswaar Profil vernieuwd, maar de configuratie blijft staan. Nou, dat geldt ook voor een ERP-integratie, dat geldt eventueel voor een specifieke aansluiting op Profil. Nou, we doen die implementatie volgens een best practice 8-stappenplan. En alles wat de gebruikers eigenlijk al release-proof. Komen er maar zelden vragen die we nog niet eerder al hebben gehad en die we gewoon kunnen beantwoorden. Zoals gezegd, een best practice aanpak die we daarvoor gebruiken, waardoor we in staat zijn om snel vlot een implementatie van Profil te laten plaatsvinden. We werken ook nog eens een keer via de trainer principe. Dus mensen binnen de organisatie zijn zelf straks in staat om hun configuratie te beheren en wellicht waar nodig ook aan te passen. De producent erachter, daar heb ik het nog niet over gehad. Zijn wij niet zelf, maar dat is de firma Procad. Dat was de naam Procad vanaf 1985 actief in de markt. De naam Procad impliceert niet dat we zelf een CAD-systeem leveren, maar zoals gezegd aansluit op alle belangrijke CAD-systemen. Vlaggenschip product is Profil. En inmiddels kunnen we zeggen dat Profil zeker in de Europese landen een leidende positie heeft in het middensegment. Dus middensegment bedrijven. We groeien daar zeer stevig. Zoals u kunt zien, 30% vanaf 2012. Inmiddels 130 medewerkers in
bij de firma Procad, waarvan zo ongeveer de helft op ontwikkeling. Nou, een hele stabiele partij die nou ja, vanaf 85 aan de weg timmert en eigenlijk nog steeds zeer competitief in de markt staat en groei realiseert. Ontwikkeling zit centraal in Karlsruhe. En uiteraard, ja, de firma is zelf ook een middenbedrijf. Onze klanten, hier wat internationale klanten. En hier wat klanten uit de Benelux. Nou, dan ziet u ook dat dat best divers is van projecten, zware projectenbedrijven rondom scheepsbouw en offshore en dergelijke tot ja, seriematige producten als bij een ITO-daal erop voor closing borders en cv-ketels. Dat zijn andere soort ontwikkelprocessen, andere soort projecten. Dat nog even als besluit voor wie voor het eerst kennis maakt met Proval en PLM Expert. Uiteraard het onderwerp ging dus over ja, het ROI, de ROI van het rendement van zo'n oplossing. Daar hebben we u geprobeerd een inzicht in te geven. Ik kijk nu eventjes naar de chat om te zien of er vragen zijn. Een vraag die onder andere komt is... ja, dat gaat onder andere over het reduceren van artikelen. De vraag is, wat kan Proval bieden meer dan andere PDM-PLM systemen op het gebied van hergebruik van onderdelen? Maximaal hergebruik van onderdelen. Goede vraag, want je ziet in de markt zeker veel systemen die eigenlijk nog steeds beperkt zijn in... de manier waarop je als engineer of rondom engineering kunt zoeken naar onderdelen. Dan blijft het vaak beperkt tot het zoeken op basis van naam en met wildcards zoeken in beschrijvingen. In een beschrijving eigenlijk ja, nog steeds niet echt heel erg sophisticated. Heel sophisticated is bij Proval ook niet, maar er zit wel een belangrijke meerwaarde in de hele partclassificatie, de klassificatiemogelijkheden van Proval. Waar je je producten kunt onderverdelen in ja, standaardproducten en modules. En dan ook veel meer kan gaan zoeken, ze kan wegleggen onder ook de specs die daarbij horen en ze zo weer kan terugvinden. Ik noemde net even het voorbeeld van een pomp of een motor is ook natuurlijk een goed voorbeeld. Of misschien noem je het wel een complete aandrijfunit, omdat je altijd wil dat er een bepaald aandrijfunit wordt gebruikt. Dat is een complete samenstelling van onderdelen die aandrijfunit maken. Als ik zo'n aandrijfunit zoek, dan wil ik ook kunnen zoeken, wil ik juist kunnen zoeken op specificaties die horen bij een aandrijfunit. Dus op het aansluitvermogen, op het toerental, op... is het 220, is het 380, allerlei specs die voor mij belangrijk zijn bij de aandrijfunit die ik nodig heb voor een bepaalde opdracht, voor een bepaald project. En dat maakt, die klassificatie maakt, dat je veel gerichter kunt zoeken en ook eigenlijk bijna gegarandeerd vindt wat je zoekt. Omdat je hele productportfolio veel meer bereikbaar wordt op die manier. Dus ja, vraag daar gerust eens naar. We kunnen u graag voorbeelden laten zien hoe ook klantvoorbeelden, hoe klanten ervoor gezorgd hebben dat ze op die manier veel meer gebruik maken van bestaande, van een ja, beperkt een aantal producten. Bestaande producten, maar uiteindelijk ook modulair kunnen gaan werken, veel meer configure to order kunnen ondersteunen. Dus in die zin is daar een belangrijke meerwaarde te behalen. Verder is ook nog een vraag welke wat voor data Proval kan handelen. Want omdat facturen voorbij kwam bijvoorbeeld ook, nou, dat werd niet blijkt uit de vraag niet direct verwacht. Maar ja, het aardige is dat eigenlijk je op enig moment afscheid kunt nemen van je Windows verkenner mappenstructuur. Alle data van NC data tot factuur
kan door Profile gehandeld worden. We zijn wat dat betreft niet eenkennig als het gaat om waar de data vandaan komt. En met heel veel applicaties hebben we daarvoor ook gewoon de integratie beschikbaar. Uiteraard Office, Word, Excel, Outlook, e-mail, je CAD-systemen, maar ook bijvoorbeeld met een scanningsysteem voor de OCR-scanning. Groot aantal dingen sluiten aan, maar ook die data die bijvoorbeeld niet geïntegreerd mogelijk is, bijvoorbeeld specifieke software ontwikkelprogramma, daarmee dan kun je wel in ieder geval de software in Profile gaan beheren en beheren bij de betreffende installatie van de klant. Nou, misschien even een laatste vraag. De vraag is, kan je een cijfervoorbeeld geven en vervolgens een offerte maken van zowel de kostenkant en ik kan me voorstellen dan dus ook even de opbrengstenkant. Dat kan en ik geloof zelfs dat degene die dit vraagt dat nog te goed heeft. Dus komt eraan, gaan we mee aan de slag om dat inzichtelijk te maken. Ja, want zeker de kostenkant is goed inzichtelijk te maken. De opbrengstenkant, ja, dat is iets wat we gezamenlijk moeten doen. Waar u zelf misschien al een start kunt maken met behulp van hetgene we vandaag hebben besproken in dit webinar. Goed, kijk nog even of er nog laatste nabranders zijn. Nee, die zijn er niet meer. Dat komt goed uit, want inmiddels is het 10 uur. Ik wil dan ook hiermee het webinar afsluiten. Ik wil u bedanken voor uw deelname. We staan open voor uw vragen, opmerkingen. U krijgt in ieder geval via Belinda de Ronda de handout toegestuurd. Dus dan kunt u zelf de presentatie ook nog eens nalezen. U kunt hem eventueel met collega's delen. U kunt het misschien gebruiken zelfs om zelf wat getallen te gaan bepalen. En heeft u daar hulp bij nodig of wilt u verder informatie, dan ziet u hier onze mailadressen. Maar die heeft u ongetwijfeld ook al. Oké, ik wil u bedanken nogmaals voor uw aanwezigheid en wens u verder een fijne vrijdag en voor straks een mooi weekend.